In het meeslepende en vrolijke nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde schittert de altijd opgewekte Marianne als een van de charmante B&B-eigenaren. Haar betoverende bed and breakfast bevindt zich in het zonnige Portugese Algarve, waar ze momenteel enkele bijzondere heren met open armen ontvangt. Marianne, een levendige 68-jarige, blijft mysterieus over haar gevoelens voor deze mannen, maar ze fluistert dat er spannende wendingen op komst zijn. Na een leven lang hard te hebben gewerkt, geniet Marianne nu van haar paradijselijke B&B onder de stralende Portugese zon. Al 35 jaar lang voelt ze zich hier helemaal thuis, maar er ontbreekt één ding, een speciale man om haar leven mee te delen. Hoewel er geruchten zijn over een mogelijke vonk met Ed, houdt Marianne haar lippen stijf op elkaar. Tijdens een openhartig gesprek met RTL Boulevard liet ze enkele hints vallen over haar opbloeiende liefdesavontuur. Het bekijken van haar eigen avonturen op televisie was even wennen voor de nuchtere B&B-eigenaresse. Het is een vreemde gewaarwording om jezelf op tv te zien. Je ziet werkelijk alles, zelfs dat zwempak, lacht Marianne. Deelname aan het programma heeft haar zelfvertrouwen een boost gegeven. De lieve reacties stromen binnen en dat doet me echt goed. Op dit moment verwelkomt Marianne met plezier drie welgezinde mannen in haar sfeervolle B&B. Leeftijd is voor haar geen obstakel, Olof is verrassend fit en oogt jonger dan zijn jaren, terwijl de gedachte aan Ed haar al doet giechelen. Echter, met Jerry is er helaas geen magische klik te bespeuren. Marianne wil enthousiaste kijkers van harte aanmoedigen om het programma te blijven volgen, want er staat nog heel wat te gebeuren. Ze deelt een voorproefje en belooft dat de komende gebeurtenissen nog veel opwinding in petto hebben. Bereid je voor, want het wordt echt geweldig. Ik hoop dat ik me snel volledig kan overgeven aan een nieuw hoofdstuk vol liefde, onthult ze met een ondeugende knipoog.